Sandro Schenk, het wil maar niet lukken, hebben jullie dit seizoen? Nee, ja, zo mag je het wel stellen, denk ik. Het lukt niet en ik zit ook niet mee, denk ik. Ja, het lukt jullie weer niet om zeg maar, aan het eind de punten te pakken. Vorige week ging het ook mis tegen Volendam. En deze week weer. Kun je dat verklaren? Nee, ik denk dat we een verschrikkelijke eerste helft spelen. En een goede tweede helft. En dat verval is wel echt ja, bijzonder groot. En hoe dat kan, weet ik ook niet. Maar daar moeten we echt heel snel uit. Ja, voor zo'n wedstrijd begint zet je elkaar natuurlijk op scherp in de kleedkamer. Hoe kan het dan toch dat je zo de kleedkamer uitkomt? Ja, nou ja, voor mij krijgen wij nog wel de eerste grote kans. Maar we wilden druk gaan zetten. We wisten dat zij hard speelden natuurlijk, wanneer is het dinsdag? Ik weet niet precies, tegen Twente. Dus we wilden meteen erop bovenop klappen, maar dat ging volledig fout. Ja, wat zeg je dan in de rust tegen elkaar? Nou, dat we dat druk zetten niet meer gaan doen. Dat we gewoon man op man op het middenveld gaan spelen. En wat gaan inzetten en wat meer op de counter gaan spelen. En dat pakte goed uit. Ja, dan valt in de tweede helft vrij snel de 2-1. Krijg je dan weer hoop? Ja, tuurlijk. Als je 2-1 staat, is het eigenlijk, heb je nog alle kansen om op een resultaat. En ik denk dat we die ook kunnen hebben. Want ik denk dat er in ons een duidelijke penalty wordt ontnomen en een rode kaart dan. Dan is het een hele andere wedstrijd, denk ik. Ja, was het een duidelijk penalty moment? Ja, 100%. 100% Hens. Hij heeft zijn handen gewoon heel onnatuurlijk. En ik weet niet of het expres doet, maar de bal gaat uit het doel daardoor. Dus gewoon penalty in rood. En jullie kant is ook nog een keer een penalty moment. Wat vind je daarvan? Welke bedoel je? Met mij? Of, Er waren er eigenlijk twee, hè? Eén met jou. Maar ik denk dat die bal die kwam achter ons. En hij kon er niet meer bij. En hij valt om in de hoop wat nog wat van te maken. Op zich is het goed recht, maar ik denk dat de scheids het goed gezien heeft. Die andere weet ik echt niet welke je bedoelt, maar geen idee. En nu lange reis in de bus. Hoe gaan jullie deze teleurstelling weer verwerken? Ja, we gaan gewoon weer verwerken, zoals alle anderen. We moeten door. Het is niet anders. We verliezen weer. Als je Cambuur uit zo'n tweede helft op de mat legt, denk ik wel dat je misschien wat vertrouwen uit kan putten. Maar het resultaat is weer heel slecht. Ja, hadden jullie meer verdiend? Als je de eerste helft ziet, denk ik dat we heel veel massa hebben dat het niet 4-5-0 staat. Tweede helft zijn wij wel veel beter, maar we hebben niet zoveel kans gehad als zij, denk ik. Maar er staat wel absoluut een gelijkspel in.